De vicepresident van de Republiek Suriname, Michael Ashwin Adin, bracht in verband met het Navratri-feest een bezoek aan de Sitaram Mandir. De VP bezocht dit gebedshuis op 11 oktober 2018. Navratri is een hindoeïstisch feest gewijd aan de verering van de universele moeder Navratri. Dit feest duurt 9 nachten en 10 dagen. Dit is Sharad Navratri, Mahanavratri. En 9 dagen later, een 10e dag, is het naam gegeven Vijaya Dashami. Vijaya Dashami, 10e dag, is Vijaya praat. Kiska Vijaya praat? Hamare Mayada Purushottam Shri Ram. Golanka Naresh, Rakshas Naresh, Ravan ko sanhaar kiya, usi din par. To hum sochte hain ki ye jo hum navratri karte hain, ye 10ve din jo manate hain, isme sansay nahi hoga. Aisa kyun to ekon se ki ye 9 aur 10ve din jab pujan karte hain, hamare liye ye labdayak hai. Het is bijvoorbeeld het voordeel om devotioneel te zijn naar die 9 dagen, 10 dagen toe. Dat weten wij. Maar een andere vraag is ook. Kya je 9 of 10 dagen, is er iets gupt rahasya gyan bhi ho sakta hai kya? So die zoeken zijn dat deze 9 en 10 dagen ons een verscholen esoterische boodschap zouden kunnen vertellen. En hier man je prasne, het is een valide vraag. Man je valide. En hier gupte rahasya kya hai? Ye 9 aur 10 din humko atma, jeev atma ko dikhate hain. Uska adhyatmik vikas kaise hone wale hai? Kuch spiritual ontwikkeling van die ziel zal plaatsvinden. Dat wordt gewezen in die 10 dagen. Wo kaisa? कैसे चरणों विभिन्न चरणों पारित करते हुए हमारे जीव आत्मा परमात्मा प्रत कैसे प्राप्त हो सकता है उसका कहानी नवरात्रि और दिव्य दशमी हमको संबोधित करते हैं